een uurtje geleden kwam hier een bus naartoe gereden. Dus wij hier snel naartoe, want er zaten spelers in. En die gaan hier een balletje trappen. Dus wij dat rode tafeltje met dat witte stipje hier neergezet. Ik met mijn plopmicrofoontje, vraagjes opgeschreven. En dan wil je een gesprek. Maar om dat vol te krijgen, ja, heb je natuurlijk wel een expert voor nodig. Iemand die een vlijmscherpe analyse kan geven. En daar is die. Raphaël van de Fantastisch, Pierre. Jij bent er. Ook goed, Pierre. De wedstrijd. Wat denk jij, Pierre? Dan wordt het links, wordt het rechts? Wordt het een balletje over en weer? Een fluitje misschien, Pierre? Nee, kijk, we kunnen erover speculeren. Graag, Pierre, graag. Maar je weet toch niet wat er gaat gebeuren? Dat is een hele goeie. Je weet niet wat er gaat gebeuren, natuurlijk niet. Hè? Maar misschien wel het fluitje, Pierre, dat fluitje. Of misschien wel helemaal niet. Wat verwacht jij van de wedstrijd, Pierre? We staan er nu toch, hè? Nee. Maar er hangt hier wel een hele fijne sfeer. Er hangt hier een fijne sfeer, hè? Weer een paar minuutjes van uw leven weggegooid. U denkt, waar zit ik naar te kijken? Is dit een gesprek? Het is een gesprek en het wordt gewoon uitgezonden hier bij de NOS. Hè? De opstelling, Pierre, kunnen we daar wat over zeggen? Jij hebt het gezien, je zag het papiertje, er was speculatie. En wie gaat er spelen? Op welke plekken, Pierre? Wat zag jij, Pierre? Nee, eigenlijk niet. Maar je voelt wel, er komt iets. Er komt iets, Pierre. Laten we het hebben over na de wedstrijd. Daar rijd ik naar huis in mijn karretje. Hè? En dan zeg ik tegen mezelf, Joep, dat heb je toch goed gedaan, hè? Beetje als een sprookjesverteller, hè? Hoe ik dat vertel allemaal zo. Met dat microfoontje zo, met dat papiertje. Dan heb ik echt het gevoel dat ik wat heb toegevoegd aan zo'n wedstrijd, Pierre. Heb jij dat ook? Dat je na zoiets als dit, een gesprek, dat je dan denkt, goh, ik heb toch echt mijn best gedaan. Ik heb wat toegevoegd, Pierre. Nee. 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 Nee, laat ik het anders stellen. Ja, het wordt wel een hele spannende pot. Mag ik wel even vragen wat hier precies het doel van is? Sari, helemaal uit Veenendaal, dames en heren. Wat leuk, wij lullen. Baba. Zoals gewoonlijk voor de wedstrijd even helemaal over niks. Heb jij, dat doen wij dan. Maar ja, weet je, ik vis meestal achter het net qua PR. Dus ik pak dit heel graag even mee. We gaan ervoor. Zo, dat zijn uitspraken. Dat doet ze even los uit de polsen, Pierre, zoals wij dat ook doen. Meepraten met de grote man over helemaal niks. Ja, daar heb ik heel goed voor getraind. Let op. Vanaf nu is elke wedstrijd de finale. Zo, Pierre, hè? Dat zegt ze dan even. Hè? Ken jij ook een paar van die dooddoeners? Pierre, doe er eens één. Komt hij aan, let op mensen, ja? Dit is natuurlijk heel zuur. Zo, hè? En deze, jullie kwamen niet aan voetballen toe, hè? Nou. Dat is aan de trainer. Ja, kom je er nog overheen? Kom je er nog overheen, Pierre? Nou, Pierre? Pierre staat met zijn mond vol tanden, zoals we hem kennen, hè? Een gesprek om de keizersbaard. U heeft ergens naar zitten kijken, u vraagt zich af, wat was het? Het was een gesprek en u kan het nalezen en u kan het nakijken ook. Nou, denkt u, dat was toch leuk? Ik vond het een leuk gesprek. Sari, wat jij? Dat is aan de trainer.